Welkom bij Horeca Insights, de YouTube-show waar we ervaren horecaondernemers aan het woord laten om hun kennis te delen met anderen. Vandaag bij mij zit Peter van Mavet. Welkom Peter. Peter, vertel eens heel kort aan onze kijkers wat jij juist doet en wie je bent. Dank u, Nick. Mijn naam is Peter. Ik ben een 31-jarige ondernemer, of daredevil, vanuit West-Vlaanderen. Ik heb een achtergrond in de marketing en finance. Dus ik heb marketing eerst gestudeerd, waarna nog finance erbij opleiding gedaan. Ik heb voeling gekregen met de hospitality sector in Londen, waar ik zelf 2 jaar gewoond heb. En daar toch heel met grote ogen gekeken heb naar de leuke concepten die er waren. En dan ben ik zelf een drietal jaar, 3,5 jaar geleden terug, begonnen met het concept Bavette, het fast food casual Bavette, monodish. En we hebben op dit moment 10 vestigingen. We zijn een hele snelle groei gegaan. En het is, de 10 vestigingen bevinden zich in Brussel, Antwerpen, Leuven, Brugge en Gent. En, het is voor jullie heel snel gegaan, hè, Peter. Je zegt 3,5 jaar, 10 vestigingen. Als ik dan nog goed kan tellen, is dat meer dan 3 vestigingen per jaar. Ongeveer. Dus kudos. Ja. Hey, waar wij het vandaag even over gaan hebben, dat is de operaties. Hè. Hoe weet je aan jouw zaak of je goed bezig bent of niet en waar let je op? Nu, ik kan mij inbeelden, Peter, dat de operationele kant van een zaak, jullie zijn begonnen ook net als iedereen met 1 vestiging, anders is dan hetgeen wat je nu doet met 10 vestigingen. Kan je misschien heel even ons vertellen hoe dat je daaraan begonnen bent? Denk even terug, 3,5 jaar geleden. Muinkaai was jullie eerste vestiging in Gent, zeker, waar je ook vandaan, waar je nu woont. Hoe ben je gestart en wat was in die early days echt belangrijk om in de operatie van jullie zaak om te controleren dat jullie goed bezig waren? Ja. Oké, duidelijk. Inderdaad, Muinkaai was onze eerste vestiging. Het was wel altijd ons idee om een concept te maken die schaalbaar was. Een goed plan is heel belangrijk natuurlijk. Ja, goed plan. Een businessplan natuurlijk. We hebben onszelf nooit uit willen stralen als een keten. Ik blijf liever een beetje weg van dat woord. Maar uiteindelijk, puur in zang zijn we het wel. Maar we noemen onszelf een collectie. Omdat we toch al die andere die locaties proberen te differentiëren met een eigen invulling en een eigen design. Als je mij vraagt, om terug te komen op je vraag, als je zegt van wanneer voel je dat je een goed merk vast hebt, wanneer dat je eigenlijk de sweet spot bereikt hebt, bij wijze van spreken, of hopelijk toch kan bereikt hebben. Ik probeer dat altijd te toetsen aan een viertal vragen. De eerste vraag is je brand. Build a love brand, build een, hoe zou ik zeggen, een incredible brand, die brand awareness mogelijk, waarmee dat je een perfecte connectie hebt met je doelgroep eigenlijk. Dat is het eerste. Het tweede is build one hell of an executive team. Zowel je team die uitvoerend is in de winkel zelf, maar ook het team die naast je staat, maakt dat je daar echt wel de juiste talenten vast hebt. Goeie mensen, altijd de basis. Sowieso, die moet eigenlijk op plaats 1 komen. En dan de brand. Dus dat wil zeggen, brand is belangrijk, HR is belangrijk en dan natuurlijk je rentabiliteit van je concept. Moet je niet over liggen. Je moet iets vast hebben waarbij dat je zegt van oké, met dit concept is het profitable. Je prime costs kun je onder controle houden, zijn de labor en je food cost en food and beverage cost. Dus dat moet ook goed zitten. En dan natuurlijk je schaalbaarheid. Kan ik het bewijzen in een andere stad? Kan ik het bewijzen in een andere corner? Kan ik het bewijzen in een ander land? Of kan ik het nog hier en daar op een andere manier brengen, maar toch nog als hetzelfde concept? Schaalbaarheid is toch wel iets dat je moet gaan testen ook en is belangrijk. En eens je die 4 vast hebt en dat je ziet van oké, op die 4 zitten we goed, dan denk ik dat het moment is om je procedures te gaan uitschrijven sowieso en te manuscripten en uit te rollen. En inderdaad, je prime costs kan je onder controle houden, inderdaad. En hoe heb je dat in het begin gedaan? Want in principe is daar meten en zweten, denk ik. Heb je daar heel veel tijd aan gestoken aan de voorkant, voor jullie opengegaan zijn? Of ben je dan heel snel erop gaan inspelen, eens je open bent? Hoe is dat juist bij jullie? Maar je doet er zeker natuurlijk je nodige research op voorhand aan. Hè. Dus we zijn echt wel op voorhand begonnen vanuit de P&L, vanuit het businessplan, eigenlijk het financiële deel. En dan we wisten oké, marketing-wise komt dit wel goed. We gaan heel hard inzetten op socials. People hadden we gelukkig in het begin heel wat juiste mensen gevonden die met ons samen dit verhaal wouden schrijven.
Ja, maar natuurlijk, finance-wise en prime cost ga je vooraf gaan testen, hè, vanuit de PNL. En dat zijn heel doordachte keuzes geweest. Hè. Veel mensen vragen bijvoorbeeld nog vandaag, ja, waarom werken jullie niet met verse pasta bijvoorbeeld? Ja, ja dat is gewoon, ja, I love it myself, maar dat is gewoon iets die iets te moeilijk is in de visie die we hebben met ons concept. Hè. En dan ga je gaan testen, ga je vanuit je foodkostberekening gaan kijken, hoeveel kan dit kosten op een menukaart met dit aantal mensen die ik ga moeten laten werken. En ik wil dit percentage nastreven op mijn PNL. En dan ga je inderdaad gaan kijken, is dit werkbaar of niet? En vanaf de dag dat je open bent, ga je dat gaan testen en dan voel je oké. Hey, en dus ja, van 1 naar 10 natuurlijk. Mm-hmm. Ik neem aan dat along the way die operaties en hetgeen wat je op het einde van de maand doet ook wel eens verandert. Hè. Hoe loopt dat nu ten opzichte van vroeger? Wat doen jullie nu op het einde van de maand? Wat is voor jullie belangrijk? Well, ik denk dat je vroeger, zeker als je start, als je het op het eind van de maand groene cijfers ziet, dat je heel gelukkig bent. Dat is belangrijk en dat is ook belangrijk om te groeien natuurlijk. En ook ja, je slagkracht naar banken toe en investeerders toe moet je groene cijfers kunnen tonen. En dat was toch vroeger het uitgangspunt. Hè? Wel, iedere maand gaan kijken. Samen, we hadden toen nog geen interne boekhouding en dan ga je toch met je externe boekhouding gaan kijken en hoe zijn we verbeterd. En al rap hebben wij gevoeld van oké, dit gaat te traag. Hè? Iedere maand dit maar bekijken en enkel die financiële cijfers. Het is wel tastbaar, maar uiteindelijk, we hebben daar niet zoveel aan. Dus nu zijn we eigenlijk aan 10 locaties met een prachtig core team. Wij noemen ons hoofdkantoor of HQ altijd het core team. En dan de mensen in de winkels of in de stores zijn onze frontline. Ja. Dat is één leger van super getalenteerde mensen. Dus met het core team doen we eigenlijk op het eind van de maand een round table. We hebben effectief een ronde tafel in ons kantoor. En dan gaan we eigenlijk maximum nog een half uurtje door die cijfers. Die cijfers worden vooraf gerapporteerd. Die worden naar iedereen doorgestuurd. Die moeten gewoon juist zijn, standaard, niet heel veel werk aan, moeten gewoon uitkomen. Die komen 2 wekelijks automatisch binnen via een programma die we eigenlijk geschreven hebben. Dat is nog heel basic via Excel, maar dan via onze cloud accounting platform. Dan gaan we dat binnentrekken. Maximum half uurtje over de cijfers. Maar aan die cijfers heb je dan natuurlijk, of aan die PNL, heb je verschillende KPI's. Mm-hmm. Los van die KPI's die financieel belangrijk zijn, heb je natuurlijk ook nog je NPS, je Net Promoting Score. Ja. En wij gaan even voor de mensen die Net Promoting Score nog niet kennen. De Net Promoting Score is eigenlijk meten hoe de klanttevredenheid meet. Hè? Daar komt het ook op. Dat is de klanttevredenheid meten op een vrij, strenge manier voor jezelf. Ik zal het zo zeggen. Ja. Je gaat eigenlijk je 8, 9 en je 10 op 10's gaan nemen. Echte promoters, je brand promoters. Ja, ja. Min eigenlijk alles wat er onder de 5 zit, bijvoorbeeld bij ons. Alles wat gemiddeld is, dat zijn mensen ook die vaak niet zo'n duidelijke mening hebben. Die trek je al je weg en dan ga je gewoon je 8 en 9 en 10 af. Ja, inderdaad. En dan kom je aan het percentage toe. Ja, en hoe doen jullie dat? Want ik in een traditioneel, of traditioneel, in een IT-omgeving is dat voor ons heel makkelijk. Hè, want wij sturen gewoon naar bestaande klanten gewoon cijfertjes uit. Hè, alsjeblieft invullen. Mm-hmm. Maar voor u is dat anders. Want in een horecazaak komen mensen eten, maar je moet dan ook achteraf die mensen nog kunnen bevragen en zo. Wanneer en hoe doen jullie dat juist, die Net Promoter Score? Ja, dus we gaan dit sowieso ook op basis doen van onze customer experience visits. Hè? Dus we werken daarvoor samen met een bedrijf die dat dan uitvoert voor ons. En die gaan dan eigenlijk dat cijfer ook gaan bepalen. Ja. Dus dat zeker objectief bekeken moet worden ook. En dan anderzijds gaan we eigenlijk alle reviews via de verschillende sociale platformen gaan binnentrekken op één platform. Mm-hmm. En zo dat cijfer gaan we dat eigenlijk gaan becijferen tot één NPS. Ja. We hebben natuurlijk ook de NPS. Of zijn eigenlijk de reviews die mensen geven, ja, op TripAdvisor of op TripAdvisor, Facebook. Yelp, ja. Facebook. Ja. Maar we gaan ook sommige comments op Instagram gaan verzamelen. Uh-huh. En eigenlijk schrijven we dan een rapport per locatie. Van kijk, dit is jouw NPS. En dan gaan we die... Is dat zo dat per locatie soms vaak varieert? Ja. Ja? Ja, zeker. En want uiteindelijk, het is een concept, dus het eten zou redelijk... standaard moeten zijn. Standaard, ik wil zeggen, overal ongeveer hetzelfde. Het is echt dan de service van de mensen die in de locatie het verschil maakt. Ja, niet het verschil. We gaan eigenlijk die NPS ook gaan onderverdelen. We gaan eerst per locatie gaan werken. We hebben natuurlijk een globale NPS die wekelijks wordt eigenlijk transparant gecommuniceerd naar al onze teams en al onze vestigingen. Want dat is echt wel voor hen een soort van de holy grail. Daar moeten we naartoe.
Dat is één. Dan heb je natuurlijk de rapporten per locatie. En per locatie heb je nog eens al de reviews. Gaan we ook tagwoorden in invoeren. Dus ja. Als er effectief een review is over food, of een review over een slechte service, of over een review over een te lange wachtrij, maar ook een review binnen het Deliveroo of Uber Eats verhaal, dan gaan we die allemaal gaan afsplitsen. Hè. Gaan we die correct gaan behandelen met onze managers. En dan zie je inderdaad in de guest satisfaction en de experience en in het foodgedeelte minder discrepantie. Maar de locaties die dan bijvoorbeeld te kampen hebben met grote terrassen en soms op heel drukke dagen eens onderstaafd zijn, we moeten daar ook eerlijk in zijn, dan zie je wel dat dat soms eens fluctueert. Ja. Maar minimaal. We moeten wel zeggen dat we toch mooi boven het gemiddelde zitten. Ik vind het wel interessant dat je dat zegt, want vanuit een personeelsplanning point of view, heel veel mensen hebben het over optimaliseren van kosten en niet te veel mensen inzetten, maar ik heb het ook vaak over ervoor zorgen dat je niet te weinig mensen inzet, want dat kan even schadelijk zijn voor jouw zaak dan misschien eens eentje te veel hebben staan. Ik ben er 100% mee akkoord. Als ik jou zo dat hoor beschrijven, dan gok ik dat je met onze vrienden van Are Happy werkt. Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad. Stijn, dat is graag gedaan. Hè. Ja. Oké. Nee, ik onthoud even van hetgeen wat je gezegd hebt. Dat meten is weten, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, je moet een gezonde zaak hebben, dus ja, omzet en marge is natuurlijk belangrijk. Ik denk daar goed in het begin over na. En zeker als je gaat schalen, maak een goed plan. Maar ook onthoud ik die Net Promoter Score als in. Ga meten hoe tevreden jouw klanten zijn en spendeer daar ook echt tijd aan. En dan wil ik daar misschien nog zelf een vraag over stellen. Als jij ziet dat daar iets niet goed gaat, dan neem ik ook aan dat je daar vrij snel en agile op kunt inspelen. Ja. Dus dat je niet een kwartaal wacht om iets mee te doen. Je gaat dat denk ik elke maand of misschien er sneller op ingrijpen. Ja, heel snel eigenlijk. Ja. Heel snel en met open communicatie. Hè. We bespreken die zaken. Allee, je krijgt natuurlijk via de platformen iedere dag je reviews binnen. Daar moet je jezelf ook niet zot maken om daar echt iedere dag op in te gaan. Ja. Maar wekelijks gaan we echt wel daarover gaan praten met de manager. En duidelijk die pijnpunten gaan aanduiden. En dat gaan evalueren samen in een open gesprek. Ja. Ik denk dat nadenken over je zaak heel belangrijk is. Maar ik zie ook soms wel zaken of ondernemers die er misschien zelfs iets te lang aan die fase zitten. Mm-hmm. Maar dan, als bijgevolg aan de achterkant, niet schaal of niet agile genoeg zijn om daar snel dingen aan te doen. En voor mij, als ik weet niet of wij nog een start-up zijn, maar ik bekijk ons zeker nog wel zo. Wij vinden het zeker zo belangrijk om aan de achterkant snel te kunnen schakelen, dan aan de voorkant er heel lang over gaan nadenken. Heel belangrijk. Ja. Oké, interessant, Peter. Ik heb nog een aantal vragen die we aan elk van onze gasten stellen. Die wil ik ook even met jou overlopen. Eerste vind ik altijd een heel interessante. Er zijn heel veel horecaondernemers die starten terug. Hè. We hebben de cijfers terug zien groeien dit jaar volgens Gidea. Eén tip die je aan een starter zou kunnen geven, als je één tip kon geven, wat zou dat zijn? Goh, ik denk, mijn voornaamste tip is laat je omringen door mensen die niet slimmer zijn, maar die meer vakkennis hebben soms dan jezelf. En bekijk niet alles door een tunnelvisie, want jij weet het en het is mijn concept en het is mijn idee. Zoek een klankbord. Ja, zoek klankbord, zoek sparring partners. Of dit nu smart capital is of dat het nu gewoon consultants zijn. Maak dat je genoeg meningen hebt eerst, via dat je die binnentrekt en dat je die dan eigenlijk gaat analyseren. Wij zijn al in onze sector is dat anders, maar ik hoor wel vaker in de horecasector dat ondernemers niet altijd even graag hun kennis willen vrijgeven, omdat het zijn toch allemaal een beetje concurrenten van elkaar. Mm-hmm. Als nu iemand jou, als starter jou zou vragen van kijk Peter, ik ga een leuke nieuwe zaak open doen en ik zoek iemand die mij dat kan adviseren, één of meerdere mensen. Ik zou dat heel leuk vinden als ondernemer, om mensen daarin te begeleiden. Hoe zie je dat zelf? Is dat echt nog zo, horeca die toch elkaar echt zien als concurrenten? Of Voor mij persoonlijk niet. Hè. Ik zou dat ook heel leuk vinden en ik doe daar ook graag aan mee. En ik bekijk onze zaak ook zelf. Ik bekijk Bavette, het concept Bavette, al ook veel breder dan horeca, puur horeca. Ik zit echt in hospitality mentality en ook wel echt wel met een corporate strategy waar wij gaan werken aan een HR-beleid, een brand, de finance. En dan de food natuurlijk ook belangrijk, maar het is zoveel meer bij ons. Hè. Dus wij gaan ons eerder gaan profileren als een onderneming in de vele ondernemingen. En dan zijn wij, dan ben ik zeker graag een soort van raadgever of consultant, natuurlijk in de mate van het mogelijke. Maar je kunt er altijd ook zelf nog van bijleren. Hè. Ik bedoel, ik ben
heel geïnspireerd door mensen die vaak bezig zijn met de hele nieuwe vegan-trend nu. En dat proberen op een goede manier te brengen. En als je met die mensen gaat praten, ja, daar leer je enorm veel uit bij. Ah, en dat kan je helpen in je eigen concept ook. Ja, ik wil er hier geen warme oproep of zo aan maken, maar ik denk echt wel inderdaad, als je jonge ondernemer in horeca, een hospitalityzaak start, er zijn denk ik ondertussen wel meer dan genoeg echte ondernemers in de horeca die dat ook wel interessant vinden om mensen te coachen. Dus aan onze kijkers, als je zo niemand kan vinden, dan mag je altijd bij Peter blijkbaar, maar ook naar mij komen om te kijken of wij uit onze poelen geen leuke fit kunnen vinden voor jullie. Daar houd ik mij altijd voor open, altijd leuke mensen te helpen. Tweede vraag, Peter. Jullie zijn heel snel gegroeid en je zei zelf 10 vestigingen. Op 3,5 jaar kunnen er niet zo heel veel nazeggen, denk ik. Maar er zal heus al wel iets geweest zijn waar je van zegt van, ja, dat zou ik nu toch anders doen of dat had ik beter kunnen doen. Klopt, zeker. Er zijn heel wat punten. Hè. Toch wel, ja. Er zijn heel wat punten, maar als ik er eentje zou moeten uitkiezen, en als je mij zou vragen van, kijk, je start nog een keer een concept op, hoe zou je het anders zijn? Hoe zou je het opnieuw gaan doen? Dan denk ik dat ik meer tijd zou nemen voor binnen die eerste vestiging. Ja. Zou ik zeker een jaar voor reserveren, om daar eigenlijk alles mooi klaar te krijgen voor je verdere groei. Hè. Ja. En alles ook gaan documenteren, die procedures ook gaan uitschrijven, maken dat je daar eigenlijk echt alles vast hebt in je draaiboekje, een structuur, om dan eigenlijk verder te gaan groeien. Wij zijn iets meer uit een... Ja, natuurlijk kwamen de locaties ook, ze kwamen zich wel aanbieden en we hadden een beetje opportunistische groei. En ja, we hebben vorig jaar wel een sabbatjaartje genomen en dat allemaal gelijk gestreken. We hebben eerder in de show al een episode gedaan over de juiste locatie. Ja, juiste locaties zijn heel belangrijk, hè, natuurlijk. Dat snap ik wel, hè, dat je eerst alles goed in het draaiboek moet hebben en klaar. Maar wanneer ben je dan klaar om gaan te schalen? Is dat buikgevoel of hoe zou jij dat ervaren? Ik denk als ondernemer inderdaad is er een groot deel veel buikgevoel. Hè. Maar je mag daar natuurlijk niet van uitgaan van buikgevoel, maar dat geeft je wel een extra boost om dat net te doen. Ik denk op het moment dat je eigenlijk die vier zaken die we in het begin hebben aangehaald, wanneer dat je voelt dat goed zit, hè? Wanneer dat je voelt dat je een brand gecreëerd hebt. De juiste mensen, de juiste branding. Enorm likability is. Wanneer dat je de juiste mensen hebt, dus je zaak kunt achterlaten. En wanneer dat je financieel natuurlijk rendabel bent, dan is het moment. Ja, het is natuurlijk wel zo, als je er meer gaat openen, als je dan nog aan je branding wil gaan veranderen, dat is gewoon drama natuurlijk. Dus dat... Ja, dat moet natuurlijk in orde zijn, hè? Je brand moet er staan. Desalniettemin kun je zeker wel nog kleine tweakings doen en maar... Oké, laatste vraag. Ja. Heel uiteenlopende vraag. Wat inspireert jou in deze sector? Goh. Waar haal jij inspiratie vandaan? Wat vind je ook juist leuk om in die sector te zitten? Want je hebt eigenlijk een heel andere achtergrond en hebt toch dan voor hospitality gekozen. Ja, dat klopt. Heel veel. Eigenlijk heel veel zaken inspireren mij enorm. En zoals je zegt, mijn achtergrond bestaat deels uit marketing en dan een stuk finance. En de hospitality sector is een sector waarbij je beide zaken eigenlijk perfect kunt gaan combineren. Hè. Je kunt gaan werken aan branding, je bent rechtstreeks in contact met de consument. Je kunt hele leuke designs gaan maken. En natuurlijk is er ook een financieel model eraan verbonden. En daarmee kun je gaan spelen en kun je via de juiste data... perfect eigenlijk gaan kijken van waar staat mijn concept, op welke locatie. En zo ga je een bedrijf gaan uitbouwen met nog wel leuke mensen erbij. En dagelijks ook een heel leuk team om mee samen te werken. Dus dat inspireert mij enorm, ja. Peter, dank om aanwezig te zijn in deze episode. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond en je ervan genoten hebt. En onze kijkers, vonden jullie het een interessante aflevering? Like hem, share hem op social. Moest je veel in de wagen zitten, dan subscribe zeker op onze podcast. Hebben jullie zelf nog mensen die je graag op deze stoel zetten? Laat het dan ook zeker weten in de comments. Dan gaan wij erachteraan. En I'll see you next time.